Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Jawel, ik ben LM en vandaag gaan we wederom knallen met deze mannen, de hoofdrolspelers, de 8 Liquigas Krelaners in deze Giro d'Italia 2020. En u ziet het, 1 seizoenszege achter de naam van Harm van Hoeken. Jawel, in de vorige aflevering heeft hij het geflikt, hij heeft de rit gewonnen in de Giro. En de allereerste van het seizoen dus voor hem. Formula heeft er ondertussen ook al 3 gepakt in deze Giro. Dus we zitten aan 4. We zijn eigenlijk perfect op schema. Perfect bezig. En dan gaan we eens gaan kijken waar we vandaag gaan beginnen. In deze ronde van Italië 2020. Voilà, de intro naar het parcours. En we gaan eens kijken. Etappe 14. Daar starten we vandaag. 34 kilometer. Ja, dan weet je het al. En dat wordt geen rit in lijn. Nee, dat wordt een tijdrit. We gaan knallen tegen de klok. En misschien voor het eerst in deze Giro eindelijk tijd goedmaken op Mikel Landa. In principe zou het echt wel moeten dat we vandaag tijd gaan goedmaken op Mikel Landa. Momenteel dus de roze truidrager Tomeke Dumoulin, Victor Kampenaerts, Maximilian Schachmann, Jacob Fuglsang, Poort, Kangert, Pogacar, Mollema, Jungles en Dirtbridge. Dat zijn momenteel of toch wel de grote genadigden voor de tijdritwinst. En u ziet het, ja, we staan aan kop met Van Hoeken in het bergklassement. We hebben ook de Ciclamino met Formolo en Caruso staat daar op net geen 2 minuten van leider Mikel Landa. Maar vooral de grote hamvraag vandaag. Hoe goed gaat Landa zijn? Heeft hij een topdag of niet? Want daar gaat heel veel van afhangen. En als dat niet zo is, dan gaat concurrentie zeker en vast tijd goed maken. We beginnen met deze man natuurlijk, de belangrijkste Liquigasser. Van Hoek en Formolo zijn nog onderweg. Aru van Wilder, Colbrelli, Bagioli en Viviani hebben al gereden. Deden het niet super, dat zie je ook aan de eindtijden. Maar swat, maakt niet uit. Ik heb ze ook niet gecontroleerd. Dus allemaal automatische piloot. Alleen Caruso, daar ga ik wel mee knallen. En kijk eens aan, plus 4 dagvorm op Damiano. Ja, zit in zijn vormpiek, dus dat is ideaal. Dan kunnen we absoluut gewoon knallen door de muren. En de eerste is de Muro di Ca del Poggio. Dat is op de eerste chrono een klimmetje van derde categorie natuurlijk. En voorlopig beste tijd voor de haai van Messina, Vincenzo Nibali. Tweede plek is daar voor Tomeke Dumoulin. En Bauke Mollema, jawel, Bauke is er ook bij. Hè. Derde plek op tussenpunt 1. Dat is omdat het hier vooral bergop gaat. Hè. Je ziet het, een kilometer klimmen naar de top van de Muro di Ca del Poggio. En wat gaat Damiano doen? Ja, plus 4 dagvorm is echt wel lekker, hè. Plus 5 had natuurlijk nog grandiozer geweest. Maar swat, ik pak zeker deze plus 4. Want kijk eens aan, tijdritstat normaal 74, plus 5 erbij. Dan ga je naar 79 tijdrijden. En kijk eens aan, we beginnen schitterend. We beginnen heel goed op tussenpunt 1. De beste tijd zelfs. Miguel Angel Lopez kwam daar ook nog door, maar hij boekte niet de beste tijd. Dat is ook logisch. En ook Landa niet. We gaan naar het tweede tussenpunt. Pieve di Saligo. En daar ja, verliezen we wat tijd. 15 seconden om goed te zijn op Tom Dumoulin. Nibali nog steeds op 2 voor Mollema. En dan Damiano Caruso. En gaat deze Lopez zich ertussen zetten? Nee, Lopez, 19e plek momenteel bij het tweede tussenpunt. En hier de man in het roze, minuut 13. En minuut 13, ja, dat is een goed begin. We hebben al bijna een minuut gepakt op Mikel Landa. Oei, oei. Als het zo doorgaat, gaat hij hier serieuze kletsen krijgen. De kopman van Bahrein Victorious. Ja, het is die idee, hè. We hebben ook wel natuurlijk geluk dat Dumoulin een van de vorige etappes gevallen is. Ik denk vrij vroeg in de etappe, want hij verloor daar meer dan 13 minuten in die rit. Dus ja, het moet daar ergens in het begin gebeurd zijn. Hè. En wij zitten nu op het laatste stuk. De derde chrono hebben we ook al gepasseerd. 32 seconden nu achter op Dumoulin. Ja, naarmate deze tijdrit vordert, verliezen we meer en meer tijd op Tomeke. En Lopez, ja, doet het redelijk. Doet het redelijk. 20ste tijd op chrono 3. Zet Landa zich ook nog in de top 20 of niet? Hij is de allerlaatste natuurlijk in deze tijdrit. Landa verliest hier 2 minuten. Meer dan 2 minuten zelfs. Oh, oh. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Gaan we naar roze springen? Nee, dat denk ik niet. Maar we gaan zeker en vast tijd goed maken op Landa. Alhoewel, tenzij we ons hier doodrijden. Oh, we komen net boven.
net voldoende energie om op deze knik boven te knomen. En ja, dan is het afdalen. Dan is het echt wel afdalen onder de laatste kilometer banner van Casa Italia. En wat wordt het eind verdikt voor Caruso op Tommeke Dumoulin. Die gaat de tijdrit winnen, dat is duidelijk. Oh, what the fuck? 2:25. Huh? Hoe kan dit, man? Beste eerste tussentijd, dan 15 seconden, 32. En nu plots meer dan 2 minuten. Bam. Oh, en kijk eens aan. Ja, Lopez, 2 minuten 49. Maar ja, dan komen wij natuurlijk al in de buurt van Lopez. En pakken we niet zoveel tijd terug al op Miguel. En wat wordt het op Miguel? Op Landa dus. Oh, 2:25, man. Plots naar de 17e plek aan de eindmeet. En hier is Landa, 3 minuten 42. Ja, oké. Okay. We maken nog altijd meer dan een minuut goed. Een minuut en een half bijna zelfs. Op Mikel Landa. Maar wat een uithaal van Tom Dumoulin. En dit is de nieuwe leider. Ja, wat een verrassing. Bob Jungels. Hij werkte wel over die hele lijn een goede tijdrit af. Maar wij 2:25. Hoe kan dat? Plus 4 dagvorm. Wow. Hoe zwaar kan je iets verneuken op extreem in de tijdrit als je het niet kan? Ja, één man LM. Shit, 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 man. Oh, deze had ik wel niet meer verwacht. Het ging zo goed onderweg. Heb ik me dan zo kapot gereden om dat laatste stuk? Ja, het moet wel, hè. Het moet wel. De laatste dalende lijn hadden we geen energie meer. Maar oké, zwart, het was bergaf. Maar blijkbaar was dat wel voldoende om nog 2 minuten te verliezen. Ja, het zij zo. 17e. We hebben geluk dat Dumoulin gevallen is. Hè. Nogmaals de herhaling daaromtrent, want anders zag het er hier heel slecht uit. Ja, echt wel heel slecht. En we gaan er ook even hier al een eerste kijkersvraag in gooien. Wat vind je ervan dat Jumbo niet meedeed met Kuurne-Brussel-Kuurne? Dat is een vraag van Baldo. Ja, wat vind ik ervan? Ja. Voor zo'n ploeg zou het eigenlijk niet mogen. Maar anderzijds snap ik wel dat een Nederlandse team eigenlijk niet zoveel waarde of gewicht hangt aan Kuurne, Brussel, Kuurne. Ja, is het een wedstrijd met heel veel inhoud? Eigenlijk niet. Alleen heeft Mathieu van der Poel dit weekend wel bewezen dat hij er een wedstrijd met inhoud kan van maken. Maar nee, ik vind het niet zo erg in principe. Ik snap het zeer zeker ook wel. Etappe 15, daar gaan we vandaag naar kijken. Jawel, 185 kilometer. En u ziet het, hè, bergachtig. Ja, ja, zeer zeker bergachtig. Op en neer gaan, dokkeren en aankomen op Piancavallo. Ja, en dan is het echt wel aankomen op een klim, op een berg. En gaan we hier vandaag overleven met Damiano Caruso? Het zou moeten, het zou in principe zelfs ons beste resultaat moeten gaan worden in een bergrit. Want we zitten voor het eerst in onze vormpiek wanneer we aankomen bergop. Dus ik kijk er echt wel naar uit. Thibaut Pinot, Landa, Pogacar, dat zijn de topfavorieten. Outsiders, Nibali, Yates, Kruiswijk, Dumoulin, Lopez, Fuglsang en Bauke Mollema. En geen Damiano Caruso. Gaat PCM daar nog spijt van krijgen? Ik hoop van wel natuurlijk. Ik hoop van wel. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. We gaan ook meteen aan het begin van deze etappe de tweede kijkersvraag erin gooien. Het is er eentje van Milan. Wat vond je de spectaculairste transfer van dit voorjaar? Ja, ik denk dat we allemaal het over eens zijn dat de transfer van Mark Hirschi toch wel de spectaculairste is. Ja, wat daar allemaal is scheef gegroeid, fout is gelopen, ik weet het niet. Maar het is gewoon frappant. Het is heel frappant. Ik zou zelfs nooit van mijn leven, moest ik een ploegleider of zelfs een teammanager zijn van een ploeg waarin Hirschi zit, hem gewoon een transfer toedwingen. Nee, dat zou ik nooit doen. Zelfs al had ik het geld niet, zou ik toch proberen met allerlei sponsors en fondsen Hirschi nog binnen de ploeg te houden. Maar die gewoon buiten duwen, ja, dat vind ik heel vreemd. Heel maf, ja. Maar zwart, ieder zijn keuze natuurlijk. En wij proberen hier ook onze keuzes te maken met Van Hoeken. Jawel, ritwinnaar in deze Giro. Ah, oh, zo leuk om dat te zeggen. Maar helaas, de bergpunten tot nu toe, geen vetten, nee. In zijn dialect echt wel geen vette platte jat, zoals ze ook al hier en daar zeggen. Ja, oké. Okay. Het stelt niet veel voor. Kom aan, Harm. Hopelijk op deze klim nog de Forcella. Maar natuurlijk ligt voor ons vandaag het zwaar gewicht op die slotklim. En vooral de prestatie van Damiano Caruso. Hè. Ja,
Met de tijdrit staan we terug onder de mensen. 31 seconden achter op Mika Landa. Dus ja, wie weet. Wie weet. En daar nog de versnelling van wat mannen. Nou, gaan we die man van Bora nog pakken? Nee. Bijzonder weinig bergpunten kunnen mee sprokkelen vandaag. 132 staan we er nu in totaal. We staan er niet 132 voor, was het maar waar. En hier zitten we op de Piancavallo. 15,4 kilometer, 7,3 gemiddeld. En we zijn eraan begonnen, hè, aan de voet. En nog steeds hebben we daar die vluchters van de dag. Hè. 16 man, er zit er nog eentje voor, denk ik. Of nog twee zelfs. Dan nog een man ertussen. En ze gaan er hier aan beginnen. Pogacar zien we, aanval Kruiswijk, Kemna. Wij moeten gewoon ons tempo behouden. En wie weet, gaat Van Hoeken daarvoor in overleven? Ja. Het kan altijd, tweede ritzegen voor haar. Het zou zot zijn. We hebben nog een kijkersvraag ondertussen van Jeroen. En die luidt, gaat het koppel naast Van Avermaat nog ergens een voorjaarskoers winnen? Van Avermaat denk ik sowieso niet. Hij heeft in het openingsweekend toch wel bewezen dat stilaan zijn oude dag in het profpeloton eraan zit te komen. Ja. En wie ben ik om over Gregske te oordelen? Zal heel zijn leven sowieso sneller dan mezelf met fiets kunnen rijden. Maar zwart, ik denk dat zijn beste tijd er af is. En als hij de knechtenhandschoen durft op te nemen voor Naasse, dan denk ik dat Oliver wel nog een kans maakt, hoor. Bijvoorbeeld dwars door Vlaanderen is zo'n koers dat Naasse wel nog kan winnen. Ik noem dat een voorjaarsklassieker. Het is ook World Tour. Ik vind het een heel mooi parcours ook trouwens. Maar de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, nee, geen van die twee. Kansloos, denk ik. Van Aert, Van der Poel, misschien Alaphilippe. Die gaan zeker en vast niet de kaas van tussen een boterham laten eten, hoor. Nee, nee. Zeg maar zeker. En wij komen hier ondertussen aansluiten bij de vluchters van de dag. Ja, even een chaotisch moment dit. Van Hoeken kan wel nog even wat steun bieden. En het is nog 6 kilometer tot de top van de Piancavallo. En we zitten er nog steeds goed voor. Hè? Plus 5 dagvorm had ik nog niet vermeld vandaag. Nee. Plus 5 dagvorm. En kijk eens, Lopez. Oh, Lopez zat daar te zwoegen. De kopman van Astana. Ja, ja, ja. Lopezke, Lopezke. Hij heeft het moeilijk. En waar zit Landa? Landa zit hier voorin, ja. Hij heeft zijn roze trui niet aan natuurlijk, want die heeft Jungles vandaag aangetrokken. De Luxemburger van de Koning. En wij rustig naar het wiel van Mikel Landa. Hij heeft nog niet aangevallen op deze Piancavallo. Hij heeft nog niet aangevallen. Voelt hij zich minder? Ja, wie weet. Yates volgt wel nog makkelijk. Voor de rest zitten hier veel dode lijken, hoor. Lijken die zo meteen in de laatste kilometers echt wel uit de kast gaan vallen. En er zit hier nog eentje voorop ook steeds. Kom aan, Caruso nu met de versnelling. Jelken erin. 75, 88. Ze gaan ons volgen. De laatste kilometer gaan we eindelijk Landa kloppen. Landa gaat wel volgen. Landa nu met de sprint tegen Caruso. Caruso gaat het halen op de Piancavallo. Oh, jawel. Kijk eens aan. Damiano. Bam, bam, bam. We pakken de eerste ritzege in etappe 15 met Caruso, onze kopman. Hij doet het en hij klopt Mikel. Hij klopt voor het eerst Mikel Landa bergop in deze Giro. Tot nu toe is er nog niemand in geslaagd om Landa in een etappe met aankomst bergop te kloppen. Maar kijk eens aan, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb de laatste tijd in mijn video's dat gezegde wel heel vaak gebruikt. Misschien te vaak, moet je ermee stoppen. Maar swat. Van Hoeken is ook nog 20ste. Maar ho, ho, ho. Wat een lekkere etappe dit. Wat een lekkere etappe. De overwinning hier nog eens te zien in de herhaling. Damiano Caruso getekend. We pakken seconden, ja, bonus. We pakken geen tijdskloof op Landa. Maar we komen sowieso wel dichter natuurlijk. En we spelen nog steeds op extreem, jawel. Ik zal het in deze carrière wel, ja, ietsje meer tonen. Ietsjes meer natuurlijk, omdat we toch wel hier een weerzinwekkende prestatie hebben neergezet. We hebben de man in vorm weten te kloppen. Maar oké, we hadden wel een plus 5 dag vorm. We moeten dat ook niet minimaliseren. Het is altijd leuk. En we pakken hier ook heel wat tijd op de concurrentie. Een minuut op Mollema. Een minuut en 9 op Mollema. Een minuut op Dumoulin. 1.21 op Nibali. Dat is ook lekker natuurlijk. 1.32 op Lopez, ja. We gaan een dikke sprong maken in het klassement. Want kijk eens aan, ook Bob Jungels op 2.43. Harm van Hoeken deed het goed, hè. In de groep van Heik, de groep van Oran was dat ook. Ja, ook Rigoberto. Veel tijd verloren vandaag.
We hebben gewoon een mokerslag uitgedeeld op de Piancavallo aan de concurrentie. Helaas niet aan Mikel Landa, maar oké, 20 seconden. We staan plots weer enorm goed tussen de mensen. Hè. We stonden een minuut 42 achter. Hè. Twee etappes geleden of 1 minuut 48. Ik wil er nu vanaf zijn, maar in ieder geval bijna 2 minuten toen in het krijt op de nieuwe leider. Ja, ik moet het zeggen, de nieuwe leider Mikel Landa. Want één dag Bob Jungels wederom in het roze gezeten. Die heeft in het begin van deze Giro ook al de roze trui gehad. Landa dan lange tijd, één dagje Bob terug. Nu neemt Landa het opnieuw over. En wie weet kunnen wij nog in het roos komen. 20 seconden, dat is niets, hè. Dat is niets begot. Ja, onvoorstelbaar dat we plots terug in de strijd zijn om deze Giro te winnen. Etappe 16, 229 kilometer. En je ziet het, we gaan ook over wat bergjes vandaag. Het is zeker en vast bergachtig, heuvelachtig. Maar hoe het gaat zijn aan de aankomst in Del Friuli, dat is nog afwachten, want je ziet het op het einde is het vrij vlak. Hopelijk kunnen we daar misschien een nieuwe ritzege pakken met de Liquigassers. Fuglsang, Schachmann, Formolo, de topfavorieten voor etappe 16. Dan Pino, Mollema, Landa, Trentin, Pogacar, Nibali. En de laatste naam moet ik je verontschuldigen. Van Hoeken nog steeds aan de leiding, maar Landa is weer een pak dichter gekomen. Omdat hij dus veel punten heeft gepakt op de Piancavallo. En voor de Ciclamino gaat nog steeds gebeiteld met natuurlijk Davide Formolo. Op deze klim moeten we het gaan doen. Del Dom. Del Dom. Kan allemaal. Kom aan Van Hoeken. Het is weer een strijd tegen een mannetje van Vini Zabu. En is het Visconti? Het zou kunnen. Hij rijdt in ieder geval van de rest weg. Ah. We zitten op ons tandvlees. We hebben veel energie moeten steken om naar deze vlucht van de dag toe te springen. Want we waren in eerste instantie niet mee. En voilà, we pakken hier wel een paar puntjes. Veel zijn het er wederom niet, maar zwat. We hebben ons best gedaan. Gedurende de etappe hebben we hier en daar nog wat punten gesprokkeld met Van Hoeken. Maar het is alweer niet om over naar huis te schrijven. Nee, ja. Ik kan er niet aan doen, die tussensprinten. Er zijn zoveel genadigden die in die vlucht van de dag willen springen. En Van Hoeken, ja, heeft ook gewoon beknopte renstats. En daarom lukt het vaak niet om alle punten weg te kapen. En we gaan hier wel versnellen. Op de Monte di Ragnogna. Ja, kom aan. 4,5 kilometer, net geen 6%. Maar we zijn aan het aanvallen in de laatste kilometers, hè. En we krijgen Schachmann mee. We krijgen Schachmann in het wiel. Kom aan, Maximilian. Kom aan, maat. Rijden gaan we hier doen. Rijden voor ons leven. Kan het seconden gaan opleveren. Ah, we zitten wel ook aan blok. Maar wederom, plus 5 dag voor mij op Caruso. Wederom een plus 5. Twee dagen op een rij, een plus 5. Ja, ik heb het wel hier en daar al eens gehad in een carrièrevorm. Maar oké, dit is toch wel redelijk uitzonderlijk. En we gaan de laatste kilometers in. We zitten nog steeds erop. Maar kijk eens hoe klein het gat aan het worden is. Schachmann werkt mee. Maar niet altijd. Momenteel niet meer. Die heeft zoiets van ik wil de rit. En het is nu aan Bauke. Mollema gaat het proberen dichtrijden. En op die manier gaat hij wederom Landa terugbrengen. Ah, jammer. Het is al de tweede keer dat Bauke dat flikt. En het is voor Nibali natuurlijk. Logisch. Hier nog een knikje. Hier nog een knikje en we gaan versnellen. We gaan wederom even snel aanvallen. Is het genoeg? We zijn weg. Oh, we hebben een gat. We zijn weg. En het gaat hier ook nog omhoog. Voilà. Kom aan, Damiano. Chelken is volledig aan het werken. Dat is nog niet de finish. Hier ligt hij, jawel. En gaan we de seconde krijgen? Oh, dat is de vraag. We hebben de bonies. We hebben 2-op-2 met Damiano in zijn vormpiek. Kijk eens aan. Wat is die hier allemaal zotte dingen aan het doen? En is het voldoende voor de roze trui? Als we de 10 seconden krijgen met de bonies, is het volgens mij voldoende. Als we 10 seconden, ja, dezelfde tijd zou ook nog kunnen. We staan er 20 achter natuurlijk op Mikel Landa. We krijgen 12 seconden. Oh, het is zover. Het is van dat. Het is van dat. Ja, oké, excuseren voor mijn kleine euforie. Maar kijk eens aan. We pakken met 2 seconden na rit 16 de roze trui in deze Giro d'Italia. Oh my god. Allee man. Niet normaal dit.
drie ritten geleden een minuut 42 of 48 achter op Mika Landa. En vandaag in het roze 2 seconden voor op Mikel. Ja, oké. Het kan heel goed zijn dat we de volgende rit, want dat is een vergrit, wederom uit de roze trui zullen gebonjourd worden. Maar zwat, we gaan er toch wel even van genieten om in de roze trui te mogen rijden met Caruso Damiano Damiano. Heerlijk. We krijgen de bonies. We krijgen de tijdskloof. En dat is voldoende om Landa terug te drijven naar plek 2. Voor de tweede keer op korte tijd moet hij zijn leiderstrui afstaan. Eerst was het aan Jungles, nu is het aan Caruso. Lopez staat op 3, dan Yates, Nibali, Jungles, Soler, Hart, Uran, Pogacar sluit het op 10. Dan hebben we nog Schachman met Pinot, Fuglsang, Dumoulin op 14 voor Dunbar. Dan staat daar op 16 Guillaume Martin. En voor onze Davide Formolo, jawel. Op het algemeen klassement is Formolo het ook nog steeds goed aan het doen. En ook Van Hoeken hoor, 26e. En dan gaan we nog naar de allerlaatste rit in deze aflevering, jawel. Dat is etappe 17, 203 kilometer, ja. En we gaan voor het eerst genieten in onze roze trui. De allereerste keer in deze Giro, in deze serie zelfs, dat we een leiderstrui in een grote ronde gaan aantrekken. En we rijden naar een arendsnest, een super lastige klim. De Madonna di Campiglio. Ja, ik hoop dat we hier onze leiderstrui kunnen behouden. Maar het gaat extreem zwaar worden, want Pinot, Landa en Nibali worden naar voren geschoven. Ook Yates, Lopez, Pogacar, Dumoulin, Kruiswijk, Fuglsang, Mollema, dat zijn de outsiders. Maar kijk eens aan, twee klimmen van eerste categorie en dan nog eens een slotklim naar de Madonna. De Valbona is de eerste klim, dan de Bondone. En dan komen we aan op Campiglio, Madonna di Campiglio. En wederom, plus 5 dagvorm. Jawel, mannen. Echt niet normaal. En dit is niet gekwit en dan opnieuw gestart om een goede dagvorm te hebben. Nee, zo speel ik niet, zo ben ik niet. We hebben gewoonweg 3 dagen op een rij een plus 5 dagvorm met Damiano Caruso. Ja, nog nooit voorgehad dit. Nee, ik kan het mij toch echt niet herinneren dat ik ergens in één van al mijn carrières op Pro Cycling Manager 3 dagen na elkaar een plus 5 heb gehad. Dit is wel extreem. Maar oké, ik hoop dat het gaat genoeg zijn om Landa te kunnen volgen op de Campiglio. Ik hoop het echt. En met Van Hoeken zijn we hier ondertussen toerenstoten aan het uithalen om toch bij die vlucht van de dag te komen. Want we hebben het eventjes geprobeerd, maar het was duidelijk dat ze ons niet lieten rijden. Maar kijk, op deze manier kan het dus ook aanvallen op de Valbona. En we gaan er nu naartoe rijden met Van Hoeken nadat Bagioli hem wat heeft geloodst, uit de wind heeft gezet. En voilà, het laatste gaatje gaan we dichten met haar. En kunnen vandaag nog eens dik veel punten pakken met Van Hoeken. Ik hoop het echt. Eerste categorie, hè, deze klim. Er vallen er veel te verdienen. Dus het gaatje wordt daar gelaten door Education. Een mooi teamspel. Ja, daar ga ik we niet meer naartoe. Nee. Daar gaan we niet meer bij komen. Sivakov, Sakharin zit in de twiel. Komt die, moet gelukkig nog net lossen. Voilà. We pakken de tweede plaats. Jawel, we pakken de tweede plaats. Sivakov is mee. En ja, toch wel een bom punten. Hè? Voilà, 30. Woods mag die 32 hebben. En dan gaan we ook nog naar de Bondone, waar we nog steeds voorop zitten. Ja, godzijdank. Vandaag valt het grotendeels in zijn plooi, hoor. Het valt grotendeels in zijn plooi. En we gaan nog even een kijkersvraag beantwoorden op deze Bondone. Want we gaan de tussensprint duidelijk niet winnen. De vraag van Nick. Wat vond je van de prestatie van Pidcock? Hashtag persvraag. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Tommeke Pidcock heeft dat perfect heel goed gedaan in het openingsweekend. Het Belgische openingsweekend in real life. Dus ja, ik had het ergens verwacht. Maar oké, je moet het natuurlijk afwachten. Maar Pidcock heeft dat heel goed gedaan. Hij zat in de omloop in de vlucht die het eigenlijk moest gaan worden. Maar ja, oké. Chignon heeft daar zotte dingen gedaan. Had hij dat niet gedaan en gewacht tot op de muur, had hij volgens mij de omloop het nieuwsblad gewonnen. Maar oké, dat is cafépraat achteraf. Dat is altijd makkelijk natuurlijk. Maar Pidcock heeft dat heel goed gedaan. Hè. Ook in Kuurne was hij af en toe in beeld. Is uiteindelijk derde geworden, jawel.
derde plek voor Pidcock. Heel sterk. Het is een heel geslaagd openingsweekend. Jawel, topprestatie zou ik zeggen, Nick. Topprestatie van Pidcock. We zijn ondertussen over nog een klein klimmetje gekomen hier. En we geraken toch eventjes in de problemen. Jawel, de mannen van het klassement zijn de roze trui aan het bestoken. De roze trui, Damiano Caruso, jawel, van Liquigas Crelan. Oh, wat doet het deugd om dat te zeggen. En van Hoeken gaat dit gat nu moeten dicht. Kom aan, Har. Aru zit er ook nog bij om Caruso uit de wind te zetten. En we krijgen zelfs steun van Bike Exchange. Ja, dankjewel mannen. En op naar de Passo Durone. Tweede categorie. Die hebben vlotjes overleefd zelfs. En dan wacht deze verschrikking, hè. De Madonna di Campiglio. 12,4 kilometer, 7%. En hier zijn we aan begonnen. En ook de laatste vluchters van de dag worden opgeraapt. Van Hoek heeft nog even wat kopwerk verwezenlijkt. Er zitten er nog twee voorop op deze Madonna. En daar komt de aanval van Landa. Ja, Landa met de aanval. Pinot schrijft mee, Dumoulin schrijft mee. Reactie Nibali. Wij doen het op ons eigen tempo. Maar het is wel heel snel hoor op deze slotklim. Nog 10 kilometer meer zelfs te gaan voor Caruso en Co. Voor de leiders nog 8,5. Kom aan, mannen. Landa trekt door, hoor. Ja, Landa trekt door. En het trekblok moet nu komen. Kom aan, trek hier kapot, trek. Zolang wij kunnen volgen, is het goed. Op naar Landa. Ja, voilà. Ze hebben hem te pakken. Laat ze maar doen. Laat ze maar aanvallen. Laat ze maar spelen. Wij gaan het op eigen tempo doen. We gaan het echt oldschool doen hoor vandaag. Geen tegenaanvallen, nee. Misschien straks nog, wie weet. En Dumoulin rijdt er van weg. Ja, Tommeke Dumoulin. Hij is weggereden en Landa wil het niet opknappen. Of kan hij niet? Kan Miguel Landa niet beter vandaag? Miguel Lopez, die zit er ondertussen ook voor. Is ook weggesprongen. Wij naar het wiel van deze man. Kopman van Bahrein Victorious. En we hebben nog veel in huis. Oh, kijk eens aan. Wat een wilde. Check onze gele balk, mannen. Wow. En het is nog 3 kilometer. Het is nog 3 kilometer. Ik ga ze meteen aanvallen, denk ik. Tjelke zit erin. Ik ga ze meteen aanvallen. Waarom niet? Kijk eens naar die gele balk. 2,5 kilometer. Ik moet nu ook zien dat ik niet te voorbarig ben. Me niet overdoe. Me niet opblaas, maar nu gaan we aanvallen met Caruso. De laatste meters, kilometers op de Madonna di Campiglio. We gaan naar Lopez. Dumoulin is aan het zwoegen. We gaan nog eens versnellen. Voilà, Adonseus. Kom aan, Caruso. Gaan we naar 3-op-3? Fuck it, we gaan naar 3-op-3 of wat? Zalig, of komt Dumoulin nog? Ja, de rode balk is aan het afnemen. De gele balk is er ook door. Maar Dumoulin zit er ook door. En wij ook, maar we gaan winnen. Voilà, we pakken 3-op-3. Wow, we pakken 3-op-3. Op extreem. Liquigas Crelan, Damiano Caruso, Giro d'Italia. En we pakken hier ook gewoon weg. Een halve minuut op Landa. Het zal zoiets zijn. Wow. Wat een ommekeer in deze Giro. De eerste twee weken niets te doen aan Mikel Landa. Maar als je het met realiteit zou vergelijken, mentale breuk in de tijdrit. Ja. Eronder doorgegaan, heel veel tijd verloren. Roze trui verloren. En nu is hij aan het wankelen plots. Kijk eens aan, 30 seconden. Man. Waar gaat dit eindigen? Damiano, je doet hier zotte dingen, vriend. Je doet bijzonder zotte dingen. 38 seconden voor op Landa nu. Wel 3 dagen op rij en plus 5 dag voor hem. Dat is ook wel zot, hè. Dan gaan we meestal naar een klimstat van 80, 81. En ja, het is op extreem. Maar dan kan je wel al wat, natuurlijk. Ja, het ijzer smeden wanneer het heet is. Want het kan zowaar in de volgende bergrit terug een serieus oplawaai zijn vanuit een Bahrein Victorious kamp. Maar vandaag hebben we het wel gepakt, genomen. Derde ritzegen op een rij ook. Allee, man. What the hell. Dit is nummer 7 al voor Liquigas in deze Giro. Jawel, 3 met Formolo, 1 met Van Hoeken en 3 met Caruso.
En 38 seconden, dat is het verdict. Dat is de voorsprong waarmee we de volgende aflevering zullen ingaan. Lopez staat op 2,51. Ja, ik denk niet dat hij nog gaat meedoen, maar wie weet, Lopez kan nog. Yates niet. Dan hebben we Nibali, Soler, Uran, Hart, Jungles, Pogacar, Dumoulin, Pino, Schachman, Woods, Fuglsang, Sivakov, Mollema, Dunbar, Heek en Formolo. Voor die mannen kan het zeker allemaal niet meer. Hè. Formolo is ook stilaan uit de top 20 aan het verdwijnen. En wij gaan, of ik ga toch van je beeldbuis van YouTube gaan verdwijnen. Want we zijn aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van de Giro d'Italia. De volgende is dus de finale battle van deze Giro. Waar we toch gaan proberen om met Caruso de roze trui vast te houden. De Ciclamino en de Azzurra. Maglia Azzurra hebben we ook nog steeds met Van Hoeken dus de bergtrui. En de sprinttrui met Formolo. En nu dus ook in het roos met Caruso. Ja, zo gek kan het allemaal gaan op Pro Cycling Manager. Rest mij nog één ding. Abonneer gerust als je dat nog niet hebt gedaan. En bedankt om te kijken. Tot de volgende. Bye bye.